De kuilplaat is bijna klaar, alleen de plastic daar moet nog opgeruimd worden. En dan wordt het tijd om een keer te gaan maaien. En ik ben blij dat deze week mooi weer wordt, dus waarschijnlijk gaan we deze week een keer maaien. Want als we nog langer moesten laten blijven staan, dan wacht je eigenlijk erop dat het gras gaat schieten. En het bouwland is klaar en ze zijn vandaag nu bezig met het maïs inzaaien. Ik ben even naar één perceel toe gegaan om te kijken hoe het gras erbij staat. Er staat wel aardig al wat gras in. En we moeten ook niet veel langer meer wachten, want sommige sprieten beginnen al te bloeien. Dat noemen we ook wel dat het gras gaat schieten. En als het gras gaat schieten, dan verlies je eigenlijk ook voederwaarde van het gras. Dus we moeten niet al te lang meer wachten. En we gaan ook woensdag maaien, dus dat komt wel mooi uit. En dat is alweer morgen dus. De meeste boeren hebben al 2 weken geleden een keer gemaaid. Maar voor ons was het eigenlijk nog te vroeg. En gelukkig is het weer nu wel mooi genoeg om te maaien. Dus nu wordt het ook wel een tijd om de eerste snede eraf te halen. Dit stuk vind ik er wat mooier bij staan dan hier zo. Maar hier staat over het algemeen ook altijd meer onkruid tussen. En aan de overkant staat meestal ook wel mooi gras, maar die is ook al wat beginnen met schieten.